Energy 5 is eigenlijk de vijfde generatie van energiezuinige prototypewagens die de Hogeschool Gent sinds 1995 al ontwerpt. En we streven naar eigenlijk om jaar na jaar innovatief te zijn en de wagens steeds naar een beter resultaat te drijven. We zijn gestart met al thesissen door te nemen van de jaren voor ons, conclusies eruit trekken, het beste eruit analyseren. Naast de literatuurstudie, die al veel tijd innam, hebben we ook contacten moeten leggen met bepaalde firma's, omdat deze eigenlijk ons van grondstoffen en eigenlijk apparatuur voorzien zodanig dat we onze auto konden maken. Wij hebben een elektrische motor gekozen dat verwerkt is in het wiel zelf. Enerzijds om plaats te besparen en anderzijds om zo licht mogelijk te gaan. De motor bevat eigenlijk een systeem waarmee de wagen zeer lang kan uitlopen zonder gas te geven en we dus ook geen verbruik hebben. We proberen ook altijd te streven naar zo licht mogelijke materialen, maar die toch sterk genoeg zijn om de belasting aan te kunnen. De toekomst van de Energy 5 staat niet stil. Er kunnen nog zoveel aanpassingen gebeuren aan deze wagen die de prestaties verbeteren. Het is zeker en vast waard geweest. We hebben er een mooie wedstrijd aan overgehouden, een goede band. En de thesis heeft ons klaargestoomd voor de industrie die ons nog te wachten staat.